Siamese tweelingen zijn een zeer zeldzame verschijning. Ongeveer 1 op de 50.000 tot 1 op de 200.000 geboortes en baby's die lichamelijk met elkaar verbonden zijn. Ongeveer de helft van de Siamese tweelingen wordt doodgeboren. Nog eens een derde sterft in de loop van de eerste dag. Maar de Siamese tweelingen die het overleven hebben vaak bijzondere verhalen te vertellen. Bekijk deze video om enkele van deze verbazingwekkende verhalen te horen en leer meer over hoe het is om bij de geboorte verbonden te zijn. Wat zijn Siamese tweelingen? Niemand weet precies hoe een Siamese tweeling ontstaat. Sommige wetenschappers denken dat het proces optreedt als een bevruchte eicel zich niet volledig splitst bij het vormen van een eeneiige tweeling. Anderen geloven dat een samengevoegde tweeling het resultaat is van twee bevruchte eicellen die met elkaar versmelten. De meest voorkomende soorten van Siamese tweelingen zijn vergroeid van aan de bovenborst tot de onderbuik. Deze situatie leidt vaak tot de dood van één of beide baby's, omdat de wetenschap tot op heden nog niet in staat is tweelingen met een gedeeld hart te scheiden op een manier die beide in leven houdt. Andere frequente tweelingstypes zijn bij de onderbuik vergroeide tweelingen, die vaak een lever-, nier- of spijsverteringsstelsel delen. Tweelingen met vergroeide schedels, maar aparte lichamen en wat men noemt parasitaire tweelingen. Deze tweelingen zijn asymmetrisch met elkaar vergroeid en de kleinere tweeling is vaak afhankelijk van de grotere, meer vergroeide tweeling om te overleven. Operaties om een Siamese tweeling te scheiden zijn extreem gevaarlijk omdat er vaak inwendige organen bij betrokken zijn. Maar soms zijn artsen in staat wonderbaarlijke, langdurige operaties uit te voeren om een Siamese tweeling als individuen te laten verder leven. Shauna en Janelle Roderick. Jeff en Michelle Roderick bevielen via een keizersnede van een tweeling, Shauna en Janelle, die samen 5,1 kilogram wogen. De ouders waren bezorgd. Ze wisten op basis van scans dat de tweeling aan de borstkas vergroeid was en dat dit vaak betekende dat ze één hart zouden delen. De Rodericks reageerden opgelucht dat de tweeling gezond was en geen hart deelde. Ze waren trots op de meisjes toen ze geboren waren. En in de hoop dat ze een zelfstandiger leven zouden kunnen leiden, werd een operatie gepland om ze te scheiden toen de tweeling een paar maanden oud was. Er was ook een medische reden om de poging te wagen. Shauna was kleiner dan haar zus en had moeite om haar deel van de lichaamsreserves te behouden. Als Janelle boos werd en te hard huilde, zou ze erin slagen het oppervlakte bloed uit haar lichaam in dat van Shauna te duwen. Voor beide was dit gevaarlijk. Een operatie leek dus wenselijk, hoe sneller hoe beter. De tweeling was aan elkaar vastgegroeid bij de buik en had elk zijn eigen inwendige organen, hoewel ze wat leverweefsel deelden. De chirurgen waren in staat dit weefsel te scheiden en na een 6 uur durende operatie waren de tweelingen gescheiden. Hoewel zich één gevaarlijk moment voordeed waarin de hartslag van Shauna extreem daalde in combinatie met een verhoogde bloeddruk. De chirurgen werkten voorzichtig verder en Shauna kwam er bovenop. De tweeling bleef daarna op de intensive care en lagen 2 weken in het ziekenhuis voor ze naar huis konden gaan. Ze hadden elk een litteken van de onderkant van het borstbeen tot de navel, waar de huid gereconstrueerd werd. Hoewel Michelle en Jeff in het begin bezorgd waren dat de baby's hun scheiding als traumatisch zouden ervaren, de tweeling was met het gezicht naar elkaar toegeboren en had gedurende hun eerste jaar in elkaars ogen zitten staren, leken de meisjes er weinig last van te hebben. Ze zijn opgegroeid tot pittige, onafhankelijke jonge volwassenen. Shauna is van plan arts te worden, meer bepaald een verloskundige, en Janelle wil verpleegster worden. Beiden kunnen ze maar moeilijk een leven voorstellen waarin ze aan elkaar verbonden zouden zijn. Lori en George Chapel. Maar een scheiding is niet noodzakelijk om een Siamese tweeling een volwaardig en prachtig leven te laten leiden. De oudste levende Siamese tweeling zijn de 59-jarige Lori en George Chapel. De tweelingen, geboren in Pennsylvania, zijn met het hoofd aan elkaar vastgegroeid. Men vond het te gevaarlijk om ze te scheiden, want ze delen belangrijk zenuwweefsel. Maar de tweeling leidt nu, verrassend genoeg, een heel apart leven. Geboren als Lori en Dory, maar omdat ze niet leuk vonden dat hun namen rijmden, bedacht Dory op een jonge leeftijd een nieuwe naam, Reba, naar haar favoriete zangeres. Later verklaarde Reba dat hij, hoewel hij als vrouw geboren was, zich mannelijk voelt en veranderde in 2007 zijn naam in George. Lori werkt in een wasserij en is ook assistent van George, die ondersteunende apparatuur ontwerpt voor mensen met een handicap, waaronder ook speciale apparatuur voor honden. Hij heeft ook een stoel ontworpen voor zijn eigen mobiliteit. Omdat Lori groter is dan hem,
155 centimeter tegen zijn 132 centimeter, moest George verhoogd worden zodat hun hoofden even hoog waren, zodat Laurie rechtop kon lopen. Hiervoor werden geen traditionele rolstoelen gemaakt, dus ontwierp George zijn eigen rolstoel, gebaseerd op een verplaatsbare barkruk. Dit was nogal een miraculeuze uitvinding en misschien wel het begin van hun ambitieuze toekomst. Ze lieten niets hun dromen in de weg staan. Net als Reba heeft George ook een mooie carrière als countryzanger achter de rug. Hij heeft internationaal opgetreden en won zelfs de LA Music Award voor beste nieuwe countryartiest. En zowel George als Laurie hadden samen een rolletje in de tv-show Nip Tuck. Dit was een hele prestatie. De tweeling deelt een appartement met twee slaapkamers en heeft elk een eigen privéruimte, waarbij ze elkaars privacy respecteren en de nodige tijd uittrekken voor elkaars ontspanning en plezier. Laurie heeft verschillende relaties gehad en was verloofd, maar verloor jammer genoeg haar verloofde in een motorongeluk. Ze is een prijswinnende bowler, iets waarvoor George geen belangstelling heeft. Hij is lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, wat Laurie niet interesseert, hoewel ze zijn keuzes respecteert. Samen met zijn beslissing om uit de kast te komen als transgender. De onafhankelijkheid van Laurie en George was niet altijd vanzelfsprekend. De tweeling bracht de eerste 24 jaar van hun leven door in een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap in Hamburg, Pennsylvania. Hoewel geen van beide tweelingen eigenlijk een verstandelijke handicap heeft, waren er weinig middelen voorhanden en weinig ideeën over hoe dit tweetal zelfstandig kon leven. Laurie is fysiek gezond, maar George heeft spina bifida, dat de groei van zijn onderlichaam heeft beperkt en mobiliteitsbeperkingen tot gevolg heeft. Een rechtbank had bepaald dat hun ouders niet in staat waren voor hen te zorgen en liet hen in een instelling plaatsen. Toen ze volwassen waren, riep George de hulp in van Ginny Thornburgh, de vrouw van de vroegere gouverneur van Pennsylvania, en vocht om uit de instelling vrijgelaten te worden. Ze slaagden erin en konden naar de universiteit gaan en van daaruit een volwaardig en onafhankelijk leven leiden. Macy McKenzie en Madeline. Wat gebeurt er als er niet twee, maar drie baby's in het spel zijn? Dat is wat er gebeurde met Macy, McKenzie en Madeline, die in december 2002 geboren werden en waarbij Macy en McKenzie verbonden waren. Ze wogen elk slechts 1 kilogram. Madeline werd bij haar zusjes in de wieg gelegd als troost. Jammer genoeg besefte hun moeder dat ze niet in staat zou zijn voor kinderen met zulke speciale behoeften te zorgen en gaf alle drie de meisjes op voor adoptie. Maar Darla en Jeff Garrison snelden te hulp en boden aan de drie kleine meisjes als pleegkinderen in huis te nemen. Ze hadden al drie zonen en wisten dat ze de drieling konden opvoeden in een liefdevolle en gelukkige familie. En Darla, als fysiotherapeute, had een groot vertrouwen in de krachten van de geneeskunde en de wetenschap. Macy en McKenzie hadden constant veel pijn en 10 maanden na de geboorte konden chirurgen een poging doen hen te scheiden. De familie reisde naar Californië waar Dr. James Stein, Chief Medical Officer van het Children's Hospital in Los Angeles, in 2003 toezicht hield op de operatie. De operatie duurde maar liefst 24 uur. Na de operatie verkeerden de meisjes in een zorgwekkende toestand. Verpleegsters lieten ze samen in de wieg liggen in de hoop dat het hun mentaliteit en kracht zou verhogen. Hun ouders waren zich ervan bewust dat, zoals bij de meeste Siamese tweelingen, de scheiding verschrikkelijk moeilijk en gevaarlijk was. Ze wisten dat er een grote kans was dat hun meisjes lange tijd in het ziekenhuis zouden liggen, of erger. Die mogelijkheid hebben ze echter nooit overwogen. Ze hadden vertrouwen en ze geloofden dat de meisjes voorbestemd waren om bij hen te zijn en een gelukkig leven te leiden. Ze wisten dat de dokters de beste ter wereld waren en dat ze alles wat op hun pad kwam aankonden. Na 6 weken kon McKenzie eindelijk naar huis. Macy bleef moeite hebben, maar na nog een spannende maand werd ook zij uit het ziekenhuis ontslagen en onder de hoede van haar liefdevolle pleeggezin gesteld. Op dat moment startten de Garrisons het proces om de drie meisjes officieel te adopteren en zo een gezin van 6 te vormen. Alle drie de meisjes werden uiteindelijk op dezelfde scholen geplaatst en delen dezelfde interesses, vooral sport en kunst. Macy en McKenzie hebben elk 1 been omdat ze verbonden waren met een 3e, nutteloze been. Maar dat weerhoudt hen er niet om dingen te ondernemen. Ze krijgen regelmatig fysiotherapie om hen te helpen zelfstandig te lopen met prothesebenen. Hoewel ze een paar bijkomende medische moeilijkheden te verwerken kregen, waaronder spondylolisthese, leidt de tweeling nu het leven van typische tieners. Ze rijden rond met hun vrienden, rijden paard, klimmen in bomen en hebben naschoolse baantjes. Ze kijken uit naar het afstuderen, het schoolbal en de universiteit. McKenzie weet nog niet wat haar toekomstplannen zijn, maar ze wil trouwen en kinderen krijgen. Ze houdt ook van landbouw en planten, dus gaat ze misschien beroepsmatig die kant op. Madeline, de 3e drieling, wil verpleegkundige worden, ongetwijfeld geïnspireerd door de medische wonderen die zich in haar eigen familie hebben voorgedaan.
Het is niet ongewoon voor mensen die een medisch wonder overleefd hebben om daarna anderen te helpen. Geen van de meisjes heeft zich door een moeilijke start in het leven laten weerhouden van het vervullen van hun dromen. Dr. James Stein, die de operatie uitvoerde, blijft in contact met de meisjes en zegt dat hij elke dag nog aan ze denkt. Het blijft een van zijn moeilijkste operaties, maar ook een van zijn grootste prestaties. Hij beschouwt ze als een inspiratie. Darla is het daarmee eens en rekent alle drie haar meisjes tot haar beste vriendinnen. De media volgen de meisjes al hun hele leven. Maar de Garrison Drieling is luchtig over de belangstelling en schenkt er niet veel aandacht aan. In plaats van zichzelf als een inspiratiebron te zien, willen ze gewoon verder gaan met het creëren van een normaal en gelukkig leven voor zichzelf. Al deze sets broers en zussen hebben ons geïnspireerd om vooruit te kijken en fantastische dingen te ondernemen. Wat ga jij doen nu je door hen geïnspireerd bent? Laat het ons weten in de comments hieronder.